een moment bij uitstek om even terug te kijken naar wat is er allemaal al gerealiseerd. Wat kunnen we daarvan leren met elkaar? Wat is de rol van clusters daarin geweest? En nog veel belangrijker, hoe willen jullie de toekomst van ZZL gaan inrichten? Nou, ik denk dat het ZZL-programma inmiddels een heel mooi economisch resultaat heeft opgeleverd. En het gaat er eigenlijk nu om met elkaar dat resultaat ook te borgen voor de toekomst. Initiatieven, ondernemers, clusters ook met elkaar in verbinding brengen. Nou, de toekomst zie ik zeer rooskleurig, want er is in het verleden al heel veel bereikt. Maar er staat natuurlijk nogal wat uitdagingen op ons af te komen. Dan zet je specialisten in een bepaalde cluster bij elkaar en dan zijn er hele mooie resultaten te behalen. En ZZL-geld kan dan helpen om een eerste basis te leggen van die samenwerking. Ik zie geweldig veel kansen en mogelijkheden voor de doorontwikkeling. In het kader van die Zuiderzeelijn gelden, want daardoor hebben wij Noordelijk Flevoland veel sterker op de kaart gezet. Ja, samenwerken met andere clusters is erg van belang. Je merkt bij ons, het is echt een ondernemersgedreven cluster. Dus die zijn ook heel erg op zoek naar bijvoorbeeld de nieuwe materialen, de composietenkant die erin zit. Aan de andere kant, maritieme cluster en alles wat op Urk speelt en hoe ze daar ook met de vis en met de food omgaan. Ik denk dat we daar als Agrofood cluster nog heel wat van mee kunnen pakken. Ja. Als je kijkt naar het Agrofood cluster, met machinebouw kunnen we met metaalbewerking kunnen we elkaar versterken. Zoals het er nu uitziet hebben we in de toekomst ontzettend veel handjes nodig om aan schepen te werken, maar aan machines te werken. Nou, daar hebben we beiden een behoefte die we samen met het onderwijs in Flevoland in kunnen vullen. Als het gaat om samenwerking met andere clusters, denken we heel erg aan alle clusters die zich bezighouden met bewegende delen. Vliegtuigen, auto's enzovoort. Maar ook op het gebied van infrastructuur zijn heel veel mogelijkheden. En denk dan aan pijpleidingen, bruggen. Maar ook gebouwen. Flevoland heeft een heel bijzonder verhaal te vertellen. Het is pionieren. Het is opstarten vanuit niks en iets nieuws maken. Nou, de andere clusters, Agrofood cluster, laat eigenlijk ook zoiets moois zien. Dat gaat alles over wat hier op die mooie velden staat. En bezoekers van tegenwoordig, toeristen, die komen niet alleen voor de point of interest, die ene pin. Maar die komen eigenlijk om de beleving te ervaren en te beleven. Dus eigenlijk is het één groot cluster, zou ik bijna zeggen, van samenwerking en het eigenlijk met elkaar vertellen. Vertellen en nog een keer vertellen. Hebben we nou met elkaar genoeg voedingsbodem, genoeg grondslag bereikt? Dan zeggen ja, die ZZL-gelden hebben we natuurlijk nodig. Maar als dat er nou niet zou zijn, zouden we elkaar nou nu al zo stevig hebben gevonden dat we zo verder kunnen gaan of nog meer kunnen laten zien. Dus ik heb het idee dat die onderwijsfactor, dat daar, wat ik ook hier gehoord heb, dat dat eigenlijk iets is wat nu de goede gang krijgt. En daar ben ik zelf eigenlijk heel enthousiast over. Ik ben groot fan natuurlijk van het onderwijs. En daar zit echt een kern waar we de katalysator in moeten vinden. Om die vier clusters met elkaar te verbinden. En hun alle mogelijkheden te geven om onze jeugd daar ook aan te verbinden. Ja, als je hier bent op dit gebied. Je denkt, ik ben in een leeg agrarisch gebied. Maar dit gebied, die Noord-Oostpolder en Urk, ze hebben netwerken. Over de hele wereld. Als daar dan ook nog eens geweldig wordt geïnnoveerd, zoals dat hier gebeurt. En je ziet onderwijs samenwerken met overheid en met bedrijven. Ja, vind ik een goed verhaal wat ik hoor. Hartstikke stimulerend.